Vlaamse vrienden van de Vlaamse Volksbeweging. Ik vind het bijzonder fijn dat jullie met veren zijn komen opdagen voor dit unieke evenement. Dit moet vandaag de start worden van een nieuw initiatief van de VVB. Samen met PAL Academie. Het initiatief moet ons in staat stellen om onze droom van een onafhankelijke Vlaamse staat met hernieuwde energie mee te helpen waarmaken. Het doet me bijzonder veel plezier dat twee monumenten uit de Vlaamse beweging hun krachten bundelen om ons gemeenschappelijke streefdoel, die Vlaamse onafhankelijkheid, toch weer een stap dichterbij te brengen. Voel u hier in Aalst dus vrij om voor uw mening Ja voor Vlaanderen op te komen. En maak samen met mij van Aalst de eerste stad van Vlaamse onafhankelijkheid. Ik denk dat het iedereen wel plezier doet dat de VVB een dergelijk evenement organiseert rond een concreet project dat eigenlijk ook buiten onze structurele werking valt. Hè. Wij Vlamingen zullen met de wijze waarop we onze stem uitbrengen meer dan ooit aantonen dat dat Belgische regime hoe langer, hoe minder verdragen wordt. Een Belgisch bestuur gekenmerkt door een gebrek aan daadkracht en democratisch inzicht. We worden al decennia lang om de oren geslagen met het argument dat er geen draagvlak zal zijn voor Vlaamse onafhankelijkheid. Zelfs sommige V-politici halen dat argument van onze tegenstanders aan om het debat over Vlaamse onafhankelijkheid in de kiem te smoren. Bent u zeker van uw ja-stem? Breng ze dan nog vandaag uit. Bent u nog niet zeker? Laat u dan overtuigen. Wij zullen daarbij kunnen steunen op de verwachte uitkomst van 9 juni. Namelijk de onmogelijkheid om een democratisch gedragen regering te vormen in beide landsdelen. Het project in verband met de onafhankelijkheidsbarometer valt eigenlijk onder wat men dan vandaag de dag noemt de laboratoriumrol. Huh? Ja, dus dat heeft te maken met een vernieuwend project waarmee je dus je, zoals ik al zei, gewone werking overstijgt en waarmee je vastgelopen maatschappelijke vraagstukken, dat je daar probeert een oplossing voor te vinden, zodat een aantal maatschappelijke onderwerpen weer meer en vlotter bespreekbaar zijn. En voor ons is dat natuurlijk evident, de Vlaamse onafhankelijkheid. Zet de mensen in je omgeving ook gerust aan om lid te worden van de Vlaamse Volksbeweging. Alleen zo staan wij sterk genoeg om het democratische draagvlak te helpen bouwen voor Vlaamse onafhankelijkheid. Geen gebrekkige staatsmisvormingen meer die onze gemeenschap verder vergrendelen. Geen vage Belgische sprookjes meer, maar een goed, uitgedokterd en doortastend plan voor een onafhankelijk Vlaanderen. We zijn overtuigd van het welslagen van ons initiatief. We gaan ervoor. Voor Vlaanderen, voor de VVB.